Het is een klassieker, hè. Voor zover ik weet wordt de Rovers al stuk bij ons, ik heb het niet opgezocht, hè, maar wordt zeker niet vaak gespeeld. In tegenstelling natuurlijk tot Duitsland, waar Schiller tot de kanon behoort en dus sowieso altijd op het repertoire staat. Niet enkel met dit stuk, maar met heel veel van zijn werken. De belangrijkste verwijzing bij ons naar het stuk is eigenlijk niet het stuk, maar het gezelschap, de Rovers, die natuurlijk toch wel hun inspiratie bij dit stuk hebben gehaald. Wat doet hij? Hij gaat eigenlijk kijken naar de kern van het stuk. Hij zal een aantal van de nevenintriges zal hij weglaten. Hij zal een aantal van de nevenpersonages weglaten. En hij zal zich baseren of concentreren op de essentie van het stuk. In dit geval is dat Karelmoor, Fransmoor, Maximiliaan en Amalia. Maar dat zijn de vier belangrijke figuren. Heel opvallend is niet alleen het feit dat hij veel van de nevenintriges weglaat, maar ook dat hij een heel apart taalgebruik in de mond van die personages legt. Ik denk dat hij dat zelf ooit genoemd heeft een kindelijke taal. Dus het heeft iets eenvoudigs, maar tegelijk in die eenvoud zit ook wel de essentie verwoord. Die personages worden ook door die taal getypeerd. En dat doet hij al een hele tijd. Dit soort techniek eigenlijk, waarbij hij dus zo'n grote tekst op die manier bewerkt.